Hoe was het vandaag op school? Leuk. Ja, wat hebben jullie gedaan? Promogram. En dat zijn puzzels deden waarmee je heel veel dingen kan maken. En jij, Eli? We gaan tafbal spelen, voetbal en basketbal. En wat zouden jullie dan nu willen doen? Gamen. Een handstand doen en dan in het spagaat. Ik was eigenlijk van plan om mijn kinderen pas een mobiele telefoon te geven als ze naar de middelbare school zouden gaan. Maar ik merkte dat de kinderen uit de klas van mijn zoon, en hij zit nu in groep 7, maar vanaf groep 6 al hadden best wel veel kindjes een telefoon. En hij had dat nog niet. En toen merkte ik, ja, toen voelde ik eigenlijk een soort van groepsdruk. Van nu moet ik eigenlijk ook, want dan is het weer dat hij dan niet heeft. Toen hij 9 jaar oud werd, heb ik dan toch een mobiele telefoon als cadeau gegeven. Maar wel met hele duidelijke afspraken. Als ik bijvoorbeeld aan het koken ben, dan mogen zij wat zij willen doen. De ene heeft een telefoon, de andere heeft dan een tablet of de televisie. En in het weekend ben ik wat vrijer. En dan denk ik van, nou oké, weet je, ga dan maar wat meer je gang. Dus dan ben ik ook niet zo aan het opletten. Maar als ik dan zie dat hij alleen maar aan de telefoon zit en ook dat je bijna geen contact meer met hem kan maken, dan denk ik van, nou, ik denk dat het nu wel genoeg is geweest. Het verschilt wel per kind, want met mijn zoon ben ik juist door de week heel erg strikt. Dus dan kijk ik ook wel echt naar de tijd. Want als ik dat niet doe, dan gaat hij maar door en gaat hij maar door en gaat hij maar door. Maar bij mijn dochter, dan ben ik juist weer wat vrij, omdat ik weet dat zij eigenlijk zoiets heeft van, nou, ik heb even een filmpje gezien en dat vind ik wel best. En dan gaat ze uit zichzelf weer wat anders doen. Wat ze absoluut niet mogen op de tablet, dat is YouTube. Dan heb je natuurlijk heel veel informatie en heel veel leuks, maar ook weer de dark side, wat ik dan liever niet voor ze heb. Vooral omdat het natuurlijk heel snel kan gaan met de voorgestelde berichten of video's. Wat ze wel mogen op de tablet zijn bijvoorbeeld filmpjes kijken op Netflix. Als ik dan kijk naar spelletjes, dan heb ik liever dan dat ze dan een educatief spelletje doen. Ja, ik blijf natuurlijk een moeder. Dus bijvoorbeeld een spelletje als Scula. Kunnen ze lekker gamen of dan leren ze ook daarnaast. En dan hebben ze ook natuurlijk weer hun schermtijd. Maar ze worden in ieder geval niet kunnen ze worden afgeleid naar andere websites of iets dergelijks. Dus dat is voor mij als ouder een veel veiliger idee. Een tip die ik heb voor andere ouders omtrent schermtijd is overleg heel goed met je kind. Stel duidelijke regels en maak desnoods een compromis. En ik denk ook dat wij als ouder ook wel wat meer mogen meebuigen met het kind en ook met de tijd.